Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij Koerskijken met John. Ik ben de Bitcoin Consultant en dit filmpje is educatief van aard en geen financieel advies. En we gaan kijken naar Bitcoin natuurlijk. Die doet niet heel erg veel, maar wat kunnen we wel zien? En we gaan even kort kijken naar de altcoins, want die zijn lekker aan het rennen op dit moment. En we gaan even kort kijken naar de dollar. En even een huishoudelijke mededeling. Geen video van mij morgen, wellicht dat er een vervanger is. En anders ben ik er donderdag gewoon weer. Maar we beginnen met een nieuwtje. Grayscale koopt in de afgelopen 24 uur 16.244 bitcoins. En dat zijn er nogal wat. En ze hebben op het moment dus ongeveer 527.644 bitcoins in kas. En zij kopen dus eigenlijk meer bitcoins dan dat er gemined wordt. Dus er worden ongeveer 900 bitcoins, nou niet ongeveer, er worden 900 bitcoins per dag gemined. En zij kopen dus 18 keer zoveel als dat er überhaupt wordt gemined. Dus je kunt ervan uitgaan dat de mensen die hun bitcoins verkopen, dat gaat allemaal naar Grayscale en de andere grote jongens die bitcoins aan het opkopen zijn. Dus nogmaals, ik begrijp van verschillende berichten van mensen dat er een bepaalde angst is. Wat als we dieper doorzakken? Ja, we kunnen dieper doorzakken, daar gaan we zo direct naar kijken. Persoonlijk ben ik er niet bang voor dat dit het einde van de bull market is. We zijn pas net begonnen. We zien het terug aan de cijfers. De grote jongens blijven kopen. En misschien dumpen ze het nog iets verder. Maar we gaan verder omhoog daarna. Dit is slechts een dip in de weg omhoog. Dus niet verkopen, want het gaat naar de grote jongens. En die hebben al genoeg geld wat dat betreft. En ook genoeg bitcoins. Goed, wat ik eerder heb laten weten in een eerdere video is dat we in een vergelijkbare fase zitten hier. Als een periode in 2017. En wat we nu dus zien dat we hebben een symmetrische driehoek hier op de dagelijkse. 1, 2 en 3 touches hebben we al gehad. En we zitten dus nog steeds in die consolidatiefase. Dit is vergelijkbaar met een periode eerder. En iemand uit de Premium Discord groep die zat er gisteren ook naar te kijken. Dus als we teruggaan naar de periode in 2017, toen zagen we ongeveer hetzelfde. En het is een fractal en een fractal is een herhalend patroon en die kun je op verschillende timeframes herkennen. En wij zitten ongeveer hier bij die derde touch, zoals ik net liet zien. Als deze fractal zich herhaalt, het hoeft niet en we hoeven ook echt niet zo diep te zakken, dan zouden we dus een stijgingje eruit kunnen krijgen om vervolgens support hier te krijgen, kleine bounce en weer dus eigenlijk die support te verliezen en door te gaan naar beneden. En dit heeft in het verleden dus altijd of meerdere malen gezorgd voor een 38% daling. Dat hoeven we nu niet te krijgen. We zouden ook dit wel kunnen krijgen en gewoon hier stoppen rond de $30.000, $29.000, misschien de $27.000. Maar het is wel een mogelijkheid die we moeten bekijken. In dat geval zal de RSI op de dagelijkse ook zeer waarschijnlijk oversold raken. En dan komt hier dus heel erg laag onder die 30. Dit is een blinde koop. Als die dagelijkse RSI oversold raakt in een bull market, zoals we hier zien, dan is dat een koopmoment. Hier zien we het ook weer. Een mooie stijging, daling en daarna ging die weer flink door naar boven. Hier zien we het ook, RSI op de dagelijkse oversold. Ik hoop dat jullie het kunnen zien hier. Dagelijkse RSI, praktisch oversold, bounce en we gaan omhoog. Als we dit scenario krijgen en die RSI is oversold, ik ga all in. Niet altijd all in, maar ik ga zeker flink verder instappen. Goed, nog even terug naar de dagelijkse. Want dat was op de wekelijkse, dat was op de dagelijkse grafiek, maar dan mijn wekelijkse chart. Voor informatie in ieder geval. En als we dan naar de dagelijkse kijken, dan zien we dus nog steeds dat we in dit in de symmetrische driehoek zitten. Nog steeds is het een evenwichtpatroon met highs, lows en lower highs. En die zou nog een paar dagen kunnen duren voordat er wat gebeurt. En in het bearish geval breken we wel naar boven uit, maar krijgen we dus dat scenario wat ik net liet zien dat we toch verder uitbreken naar beneden. Waarbij de targets in ieder geval tot de 26.981 gaan. En de technische target van deze symmetrische driehoek die ligt hier op de 23.800. Nogmaals, we hoeven niet zo diep te gaan. We zouden ook uit kunnen breken op die manier en dan hier support vinden. Of op die golden pocket regio om vervolgens alsnog door te gaan naar boven. Het is lastig om te zeggen, maar het kan geen kwaad om je orders klaar te zetten. En in het meest bullish geval wil ik in ieder geval zien dat we hier dus een uitbraak krijgen boven die 40.112 komen. Deze hele lichte stippellijn die je ziet, dat support maken. En dan ben ik meer bullish dat we door kunnen gaan richting de volgende target op 45.888.
Dan, wil je ook leren traden zoals ik dat doe? Doe dan in ieder geval een kennismakingscursus om te weten wat traden is, waar je ongeveer moet letten. En er zijn een heleboel mensen die deze kennismakingscursus gedaan hebben en daar al winst uit hebben gehaald. Dus ga dat bekijken. En als je wilt zien hoe wij in de Premium Discord groep tekeer gaan, wil ik bijna zeggen, hele mooie trades maken, kun je ook de proeffake doen. Want je kunt natuurlijk ook de volledige handelscursus doen om te weten wat handel is, maar ook beter te worden erin, meer winst maken, je verliezen beperken. En als je deze hebt gedaan, dan kom je ook in de Premium Discord groep terecht. En daar krijg je dus meerdere updates over de dag heen. Niet alleen over Bitcoin, ook over altcoins. Hè. Zo ook gisterochtend al. Ethereum versus USD, hou hem in de gaten. Want als de ETH-BTC-paar doorzet, dan zal Ethereum USD ook gaan vliegen. En dat heeft hij inmiddels ook gedaan. En daar gaan we straks nog even, of zo direct even kort naar kijken. Dan, Bitcoin op de uurpatroon, of op de uurgrafiek. Gisteren hadden we die falling wedge. Die heeft niet zo heel veel spannends gedaan. Die zat dat een lower time frame hertest. Is naar boven gegaan. Is vervolgens teruggegaan om een hertest te doen op die falling wedge. En het volume is niet heel erg sterk. Daarom zien we ook geen hele sterke stijging eigenlijk. We zijn wel weer ervan afgebounced op die opwaartse lijn van de grotere symmetrische driehoek. En dus van die falling wedge. Dus het heeft support gevonden. Maar ook hier zie je eigenlijk dat het niet zo heel veel spannends doet. En ja, eerlijk gezegd verwacht ik ook niet dat Bitcoin dat voorlopig gaat doen. En zeker niet zolang we geen volume zien. En zoals je hier eigenlijk al ziet, ja, er is gewoon weinig volume te bekennen. Dus die falling wedge kan doorzetten. Die heeft een technische target van, even kijken, de bovenkant hier, $40.000. Maar ja, dan moet hij dus ook nog eerst door die neerwaartse lijn van die grotere symmetrische driehoek. En op dit moment zitten we in een opwaarts kanaal. Dus we kunnen hier eigenlijk ook een hele tijd in blijven bewegen. En over het algemeen breken opwaartse kanalen naar beneden uit. En dus we kunnen zoiets nog doen om hier die bovenkant aan te tikken, af te worden gewezen. En dan dit neerwaartse kanaal beneden uit te breken. En dan voor een vierde test te gaan. Hè, want we hebben hier 1, 2, 3 keer eigenlijk al getest. Dus dit zou die vierde test worden. En hoe vaker het getest wordt, hoe groter de kans dat het breekt. Dus dat moeten we in de gaten houden. Die vierde test gaan we eronder en gaan we dan door naar beneden. Dus dat voor Bitcoin eigenlijk. Het is gewoon nog afwachten wat de grotere symmetrische driehoek gaat doen. Een uitbraak naar boven. Dan willen we in ieder geval die 40.100 willen we zien breken en support maken. En we willen in ieder geval zien hier die 34.000. Dat blijft een punt, hè, de laatste low. Dat moet worden gebroken om echt bearish te zijn in ieder geval. Dan op mijn kanaal meer over altcoins. Kort vaak over Bitcoin, maar vooral over altcoins. Gisteren ook. Of een paar dagen geleden gaat Ethereum inderdaad pumpen. Maar in een video van gisteren bespreek ik ook waarom het potentieel mogelijk kan zijn dat de altcoins op de langere termijn en met een paar weken tot misschien een paar maanden juist weer iets verder zullen gaan bloeden. En dat gaat om de Bitcoin dominantie. Maar meer daarover in de video. Dan Ethereum versus Bitcoin, waar ik voor waarschuwde gisteren. Ja, als we dit support kunnen houden, dat hebben we uiteindelijk gedaan. Eigenlijk verloren. En daarna zijn we er weer snel boven gekomen. Dus een swing pattern failure. En daarna hebben we een mooie stijging gezien. En dat heeft voor Ethereum ook een mooie stijging gegeven. En we zijn nu potentieel een bull flag aan het ontwikkelen. Maar daarover straks meer in een andere video. En ik wil in ieder geval zeggen, happy trading, like de video als je de content kunt waarderen en tot de volgende video.